Je moest erin komen voor Rick Karstorp. Dat is natuurlijk eigenlijk nooit leuk voor een geblesseerde teamgenoot. Maar heb je toch genoeg van jezelf kunnen laten zien in het restant van die wedstrijd? Ja, ik ben niet gewend om in de wedstrijd te komen. De laatste jaren heb ik altijd bij de basis staan. Maar ik heb geprobeerd om mijn teamgenoten te helpen. En ik heb alles gegeven. Ik heb alleen ik denk 30 minuten gespeeld, maar ik denk dat ging goed. Masatikoglu 2-0. Een einde wedstrijd. Feyenoord gaat winnen van Vitesse. Bilal, hoe werd jij wakker vanochtend? Ja, natuurlijk met een lekker gevoel. We hebben gisteren 2-0 gewonnen. 3 wedstrijden, 9 punten. Dus ja, valt niks in de weg om je slaap te verpesten eigenlijk. Ja, en dat niet alleen, want jij scoort je eerste doelpunt in het shirt van Feyenoord. Heerlijke ontlading. Ja, zeker. Natuurlijk wacht je er wel op om je eerste doelpunt te maken. Elke speler denk ik wil scoren. En als aanvaller is dat natuurlijk ook wel belangrijk. En gisteren was het eigenlijk zover. En het was ook natuurlijk een mooi moment. Dat stond 1-0. En dan moet je natuurlijk billen knijpen om niet 1-1 om de orde te krijgen. En als je dan de 2-0 maakt, vlak voor, 13 minuten voor tijd ongeveer. Ja, dan weet je gewoon dat je de wedstrijd gewonnen hebt. En dan, het is natuurlijk wel anders.